Morarres, 2006. Dit kleine dorpje in het zuiden van Frankrijk is getuige van een Nederlandse invasie. Alles hier wordt overgenomen. Een eigen huis, een plek onder de zon. En altijd iemand in de buurt die van me houden komt. Toch wou ik dat ik net iets vaker. Fransen verlaten massaal Morarres. Ze zijn letterlijk weggepest door de Nederlanders. Op sommige wegen naar Parijs zijn al opstoppen. Ik sta hier nu met een Fransman uit het dorp en ik vraag hem wat hij nou vindt van de Nederlandse invasie. Bonjour. Monsieur, qu'est-ce que tu penses de la invasion néerlandaise? Invasion néerlandaise? Non, pas de problème. Pas de problème. Non, non. Oh. Tous les Néerlandais sont mon beste ami. Un beste ami. Hey, wat is dit nou weer? Het is gewoon een Nederlander. Non, non, je suis français. Je suis... Nee, nee. Alors, mon nom est français. Het is gewoon een Nederlandse hufter. Kom maar, we gaan. Je suis français. We gaan. Je suis... Nee. Alors, je suis français. Nee. Je ne suis pas néerlandais. Ja, kom dan. Kom dan, we gaan. Hey, kom. Alleen het dorpje, maar ook de traditionele moestuintjes buiten het dorpje worden overgenomen door Nederlanders. Ze krijgen een twijfelachtige bestemming. We gaan eens kijken bij de familie Joning. Ja, ik ben een handschap. Ik kom voor iemand van tv aan. Ja, natuurlijk zie ik er mooi uit. Bye. Goedemiddag of iets snel? Goedemiddag. Shirley Joning. Gaat u lekker zitten. Ja. Dus, je hebt een stukje grond mee gekocht. Met welke reden, als ik zo mogen vragen? Een wietplantage. Een wietplantage? Ja, is er eentje op zolder. Maar het ging niet goed met de politie en de ruimte. Ja, maar een wietplantage, is het niet illegaal? Weet ik niet. Moet je maar aan mijn man vragen. Met de burgemeester, die blijkbaar ook een Nederlander is. Meneer de burgemeester, wat vindt u er nou van dat dit dorpje praktisch is overgenomen door de Nederlanders?
overgenomen. Ik bedoel, ik kan nog zeker 5 Fransen opnoemen die hier nog wonen. Klinkt als een ware minderheid. Worden die Fransen dan niet gediscrimineerd? Ik vind dat we nog aardig tolerant zijn. Ik bedoel, toen wij Nederlanders hier net kwamen, moesten we ook gewoon ons brood in het Frans bestellen. Maar schaamt u zich er niet voor dat u die Fransen eigenlijk heeft weggepest? Waarom zou ik me schamen als ik Nederland een dienst bewijs? Denk maar eens na. Over 10 jaar zal de zeespiegel zo ver gestegen zijn dat Nederland onder water ligt. We kunnen dan echt niet met z'n allen op de Sint-Pietersberg gaan wonen. Dus heb ik hier dit dorpje hoog boven de zeespiegel. Dank u. Zo had ik er nog niet over nagedacht. U wel. Dit was Piet Snel voor het SBS6 Special Report. Goedenavond. Zijn we klaar? Ja. Oké, tijd om te borrelen. Zeg maar, is hier nog een huisje te koop eigenlijk? Nou, toevallig is mijn leven maar te warm. Ook voor een huisje. Oh. Als de morgen is gekomen, verlaat je mijn verleden en die boom daar is ook... Nikke. Hé, hey, Ari, is dit dus een stom Frans oud wijf? Ja, ga weg. Ze ziet wat ze. Gelukkig is hij wel in Nederlander. Gelukkig is de burgemeester wel een Nederlander. Dat heb je me niet gezegd. Ik kan toch minstens 5 à 10 namen noemen die... ja, ik vind het wel. Niet zo boos kijken, Leanne. Lachen naar hem. Ik sta hier met de burgemeester. Nee. Ja, ga je gang.